als je moeder die nu vlees in de weg zit. Het documentaire schreef daarom het Art in Marine Dish Project, een belangrijk onderzoek van Wageningen University and Research. Hierin wordt onderzocht waar de plastic afval in het Noord-Hongkong precies gedaan wordt, zodat er samen met de verantwoordelijke partijen actie ondernomen kan worden om deze vervuiling in de toekomst te voorkomen. Op deze manier zet het documentaire zich in voor een schone zee en veilige